Hoi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robin's Small Talk van dit seizoen. Dit is een serie welke ik de komende 4 weken met jullie ga maken. Ja, hierin zullen alle hints en theorieën voorbij komen die ik met een beetje behulp van het internet heb gevonden. De reden waarom ik dit wil doen is eigenlijk vrij simpel, net zoals elk seizoen. Ik vind het erg leuk om te doen en ik probeer ook iedere keer weer de mol met jullie te gaan ontmaskeren. En dat is de reden dat we ook dit seizoen weer de gok gaan wagen. Dan is het tijd voor aflevering 1 en 2 van het streamingseizoen van Wie is de Mol. De start van het seizoen deed mij ook gelijk denken aan de mol. De eerste en enige keer dat ik dit ook op mijn YouTube kanaal heb gedaan. Ik moet zeggen dat voor zover ik het nu heb gezien, en dus dat zijn de eerste 2 afleveringen, vond ik het erg leuk. En ik kan ook echt niet wachten tot de volgende afleveringen weer online gaan komen. Dit is eigenlijk iets wat ik ook zou willen zien in de gewone Wie is de Mol. Verder waren het erg leuke opdrachten met hier en daar flink wat chaos. Maar voordat we dat allemaal gaan bespreken, gaan we eerst naar de titels van de afleveringen. Omdat ik 2 afleveringen tegelijk ga bespreken, zal het allemaal ook iets anders opgebouwd zijn. Tijdens de afleveringen, dus het begin van aflevering 2, hadden we natuurlijk de test en de executie. Die ga ik gewoon zoals gewoonlijk aan het einde bespreken. En de opdrachten, die komen ook zo meteen. De titel van de eerste aflevering was Game Changer. Uiteraard verwijst dit naar het spel waar de gebruikers zich voor aangemeld hadden, namelijk The Game. Vervolgens een andere Game Changer was eigenlijk in aflevering 1 hoe ze aan de joker konden komen. En dit was dan vooral belangrijk voor Ben en Emma. Chocolade. Normaal gesproken kregen ze die dus direct na het uitvoeren van de opdracht. Maar nu moesten ze dus 2 meisjes vinden en moesten ze beide 200 euro aan dat betreffende meisje geven, zodat ze die joker konden krijgen. En die meisjes die konden ze dus vinden in opdracht 2 in aflevering 2, waar we dus zo meteen op terug gaan komen. In ieder geval was dit voor Ben en Emma een erg leuke uitdaging. Dan hebben we natuurlijk ook de titel van aflevering 2. Deze was genaamd Open Vizier. Hier wordt verwezen naar de 2e opdracht van de 1e aflevering. Daar is er dus gezegd dat ze met een open vizier moeten kijken naar borden die langs hun pad staan, die ze tijdens hun rit zullen tegenkomen. In ieder geval tot zover de titels van de afleveringen. En dan gaan we nu door met het bespreken van de opdrachten. Natuurlijk beginnen we met opdracht 1, aflevering 1. En de titel van de opdracht was ook wel Zoektocht. En ik moest ook heel even kijken, want ik vond het woord aan zich wel erg vreemd. Maar het blijkt dus dat het Arabische woord is voor markt. Nou, ze gaan dus inderdaad op de markt, gaan ze een zoektocht doen. Dus ik vind het een erg leuke woordspeling hoe ze dat zo hebben bedacht. Ze konden bij deze opdracht 2000 euro verdienen als ze dus alle persoonlijke voorwerpen van de kandidaten hadden gevonden en meegenomen. Helaas hadden ze ook de 2 voorwerpen van Emma en Ben meegenomen, waardoor ze maar dus 1500 euro voor de pot hebben gekregen. Al met al hebben ze dus erg goed gedaan voor hun eerste opdracht. Het opvallende bij deze opdracht was vooral dat Ben de eerste keer geen vragen kon stellen. Ik merkte bij mezelf dat op het moment dat ik de telefoon oppakte, dat ik eigenlijk perplex stond. Ik wist gewoon even niet wat ik nou moest vragen en wat ik nou moest doen. Waar Emma eigenlijk constant dezelfde vraag stelde, wat ook wel erg slim was. Hier heb ik ook wel bij Ben ook wel erg mijn twijfels bij, omdat je sowieso dus hiermee een kandidaat verspeelt. Maar ook bij Emma dat ze constant dezelfde vragen stelt. Want haar eerste vraag: past het in je hand? Ja, in principe alle voorwerpen passen in je hand. Uiteraard, een auto is natuurlijk ook erg overdreven. Maar ik vond het wel een erg gerichte vraag. Daarnaast zijn ook Cas en Tieme redelijk verdacht, omdat ze geen idee hebben hoe de portofoon werkt. Ik merkte dat Tieme mij niet helemaal vertrouwde, omdat het niet helemaal soepel ging met walkie-talkie. En daarmee ook informatie voorbij laten gaan die essentieel kan zijn. Uiteindelijk heeft het weinig zin gehad, want ze hebben dus alles gevonden. En dan hebben we natuurlijk ook nog Johan, die wat de tijd probeert te rekken. Ik wist, dit is de plek voor troeven. Dus ik denk, ja, oké, maar waar? Dit hebben we natuurlijk al vaker gezien. En als ik me goed kan herinneren, is sowieso de laatste 3 of 4 seizoenen minimaal, is er in het begin van de 1e aflevering, of überhaupt van de 1e opdracht, zijn er geen troeven meer te vinden. Dus hoe hij daar komt, geen idee. Mocht het een mollenstreek zijn, dan houd ik het er nog maar even op dat hij hiermee in zijn rol moet komen. Dan hebben we opdracht 2 genaamd Ontregeld. Nou ja, de kandidaten in de buggies werden zeker ontregeld met waar ze allemaal op moesten letten, terwijl ze eigenlijk een hele ruige rit hadden. Ze konden hier 3000 euro verdienen.
En ze hebben uiteindelijk 2500 euro voor de pot verdiend. En hier moet ik ook wel zeggen dat de mensen die de verkeersregels moesten uitbeelden het erg goed hebben gedaan. Het maakte ook, het was eigenlijk allemaal vrij logisch en vrij simpel wat ze uitbeelden. Ik zou dan ook niet direct verdenken dat daar de mol zou zitten. En natuurlijk hebben we daar ook weer Ben die niet heel veel van de opdracht snapt. En omdat hij deze aflevering ook zo verdacht mogelijk naar voren werd gebracht, heb ik ook het vermoeden dat hij niet de mol zou zijn. Dat was het afgelopen seizoen hetzelfde verhaal van Wie is de Mol. Dat degene die heel veel in beeld is geweest uiteindelijk niet de mol was. Maar goed, niets is wat het lijkt, dus ik heb hem nog niet helemaal uit mijn lijstje gehaald. Dan gaan we door naar opdracht 1, aflevering 2, genaamd Voortvluchtig. En dat was echt een bizar begin van de aflevering. Eerst natuurlijk Arne Britt die uit het spel moest. En eigenlijk nog geen moment later zitten ze alweer in het spel. En ja, ze hebben eigenlijk niet eens helemaal kunnen verwerken wat er op dat moment is gebeurd. Wellicht dat het ook daardoor een beetje komt dat ze konden 1500 euro verdienen. En uiteindelijk hebben ze maar 350 euro voor de pot binnen kunnen halen. Helaas, omdat Ben en Johan waren opgesloten, liepen ze ook nog eens een keer 500 euro extra mis. Oh, wacht. Hij moet überhaupt iets in elkaar zetten, denk ik, of niet? Is het slot? Ah, bewaker. Ah, oké. Okay. En ook kan je hier natuurlijk weer zeggen dat Ben extra verdacht wordt gemaakt. Maar Johan die is ook wel erg verdacht. Het lijkt mij er wel op dat beide wel eigenlijk hadden kunnen bedenken dat wanneer een ruimte dus leeg is of overhoop is gehaald, dat er daar al iemand is geweest. Ja, en eigenlijk hierdoor is Johan ook wel op mijn verdachte lijstje erbij gekomen. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van deze aflevering. En deze opdracht was ook wel genaamd Lost in Translation, waar ze 2400 euro konden verdienen en eigenlijk toch nog een hele goede 800 euro in de pot bij hebben gespeeld. En ja, deze opdracht was echt zo chaotisch. Jammer die maar bezig bleef. Simone die het op een gegeven moment allemaal niet meer kon bijhouden. En ja, ze kon het niet met twee mensen tegelijk schaken. Eerlijk gezegd verbaasde mij het ook echt dat ze 500 euro in het restaurant bij elkaar hebben kunnen spelen. En wat mij daarnaast ook wel verbaasde was dat Tiemen weliswaar met een hoop geluk natuurlijk ook het woord oorgoed had. Wat ook nog eens voor zorgde dat er 300 euro extra in de pot erbij kwam. Ik denk dat bij deze opdracht ook de mol in beide groepen had kunnen zitten. Nou ja, als dit restaurant was, ja, dan hadden ze niet veel over doen, want het was gewoon een en al chaos. Ja, in het andere groepje was het ook niet zo heel moeilijk, omdat natuurlijk ze met de kinderen bezig waren, dus konden ze daar ook heel goed mollen. En als daar de mol zat, dan is het wel slim om te zeggen wat er ook is gebeurd. Van, nou ja, als iedereen dan zijn eigen dingetje leert, dan is het misschien wel slim als er dan wordt gebeld. Ja, en dan, zoals je kon zien, liep het spel dan ook heel erg anders. Maar goed, laat me weten in de reacties wat jullie van de afleveringen vonden. En wie jullie verdenken naar de eerste twee afleveringen van Wie is de Mol het streaming seizoen. En uiteraard ook als je hints en theorieën hebt, laat ze vooral weten in de reacties, zodat ik ze de volgende video kan meenemen. En dan zijn we alweer aangekomen bij de test en executie van de eerste twee afleveringen. De afleveringen waar Arne Britt aan het begin van de tweede aflevering het spel moest verlaten. Ja, daar op dat moment toen ik het zag, had ik ook echt wel het gevoel dat Emma en Simone, dat ze er wel redelijk verslag waren. Dus voor mijn gevoel zullen ze ook niet direct de mol zijn. Wie ik dan nu al wel verdenk, is nog wel erg lastig om al te zeggen. Want het is natuurlijk erg vroeg in het spel. Ook al zijn er maar 8 afleveringen. En nu dus toch 3 weken om de mol te kunnen ontmaskeren. Maar mijn gok zou zijn, is Ben. Zoals ik eerder al zei, ik vooral vanwege de dingen die hij doet. Maar ja, hij is ook erg overduidelijk in beeld gebracht. Dus hij staat ook erg laag op mijn verdachtenlijstje. Hij is ook wat onverschillig en hij houdt zich ook wat afwezig hier en daar. En daarnaast ook Johan en Tieme. Beide gedroegen zich nogal vreemd tijdens de opdrachten. Ja, ik weet nog niet helemaal goed wat ik ervan moet vinden. Maar goed, laat maar weten via de link in de beschrijving wie jullie verdenken dat de mol is na de eerste twee afleveringen. En dan uiteraard bespreken we dat in de volgende aflevering van Robbe Smalltalk. En dat is waar ik het ook voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.